Dag dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij mijn eerste echte vlog. Waarom ga ik het nou op deze manier even doen? Ik maak natuurlijk al een hele tijd allerlei videofilmpjes, verkeersvideo's, dat soort zaken. Maar ik krijg eigenlijk heel vaak de vraag van, joh, je doet nog zoveel meer naast je gewone werk. Kun je niet wat meer laten zien daarvan? Kun je niet eens wat meer meenemen in wat je allemaal doet, beleeft, dat soort dingetjes? Ja, dat wil ik wel, maar eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen, ik heb heel veel moeite om op deze manier in een camera te praten. Maar ik ga het wel proberen, omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind en ik ben gewoon heel benieuwd naar jullie reacties. Dus ik ga jullie wat meenemen in ja, de leuke dingen die ik doe en ik hoop daar wat van te kunnen laten zien. Verkeersvideo's ga ik zeker mee door. Ik ben, zoals jullie misschien weten, heel druk geweest met een andere platform waar wij mee bezig zijn, dat is RevTub. Ik zal even een linkje plaatsen hieronder. En dan kun je ook niet alles doen. Maar de verkeersvideo's vragen heel veel tijd, maar er komt weer een nieuwe aan. Ik ga ermee bezig, beloof ik. Maar vandaag heb ik even wat anders. Een van mijn grootste hobby's is natuurlijk auto's. En ik ben gevraagd van, joh, we hebben een leuke, bijzondere auto staan hier. Vind je het wat om de dingen eens even mee te nemen en eens te kijken wat je daarmee kan doen? En dat gaan we doen vandaag. Ik ga hem even zo laten zien. Want hier staat hij al. Dit is de Audi R8. En dat is zeker voor mij ook een hele bijzondere auto. Hij gaat al wat jaartjes mee, maar daar ga ik straks meer over vertellen. Ik ga eerst eens even zorgen dat ik erin kom en dat ik even ga rijden, even ervaring voelen. En dan ga ik straks meer vertellen erover. Laten we hem eerst eens even gaan starten. Top, we zitten nu in de Audi en potverdikke joh, wat een heerlijk geluid zit hierin. Ze hebben de uitlaat ook aangepakt. Deze hele auto is eigenlijk begonnen als een standaard Audi R8 met een 4,2 liter blok, 420 pk en hij is aangepakt door Absolute Motors en die hebben hem van binnen en van buiten echt compleet aangepakt, een beetje in de LMS, de Audi sport, race sport stijl. En dat is wel heel erg leuk gedaan. Hij ziet er echt heel erg dik uit van buiten, als je zag. En van binnen trouwens ook, is het ook mooi gedaan. Maar dit blijft wel wat bijzonders hoor. En als je teruggaat naar de tijd waarin deze auto's eigenlijk uitkwamen. Deze specifieke auto komt uit 2009. Dat was voor mij ook een beetje nog in die tijd. Dan kijk je er toch wel wat anders naar. Nu zie je ze al wat vaker. Geluid, hè? Super. Ik zal niet te hard gaan rijden. Straks aan de kant door de collega's. Maar in het begin, toen die auto's net uitkwamen, dan kijk je er toch een beetje naar als een soort knappe dame in het die een beetje in de upper class zit. Eigenlijk onbereikbaar voor jezelf. En dan word je nu gevraagd of je erin mag rijden. Nee, dat klinkt wat gek. Dat je met die knappe dame op date mag. Laat ik het zo zeggen. Knippen we eruit. Of niet. Maar, en wat doe je dan op zo'n date? Even rustig kennis maken. Even wat aftasten. En dan, als het kan. Nou, dan ga je even natuurlijk kijken hoe ver je kan gaan. En de remmen losgooien, denk ik. Maar dat gaan we straks wel zien. I'm sexy and I know it. Allerlei dingen, kleine details zijn aangepast, aangepakt. Het zwarte logootje wat erop geplakt is. Hij is ook keurig gefrept. Hebben ze echt heel gaaf gedaan hoor. Zijkant aangepakt. De wielen zijn ook anders. Normaal gesproken heb je een iets smallere band hierop zitten.
ze hebben een slag kleinere velg genomen, waardoor je een iets hogere bandwidth krijgt. Maar voor het comfort is dat alleen maar mooi natuurlijk. Maar hij komt er ook wel hartstikke mooi uit zo. Je hebt hem nog steeds mooi gevuld. Velgen, dat zwarte erbij. Ja, dat staat gewoon super gaaf. De remklauwen zijn vervangen. In plaats van de standaard remklauwen zijn deze jongens erop gezet. Wat al een heel uniek kenmerk is van die R8, dat zijn die side blades natuurlijk. Audi was echt een van de eerste mee die dat deed. En daar werd wat lacherig over gedaan in het begin, maar ja, het is toch redelijk goed uitgepakt. Je kunt ze allerlei kleuren en kon je ze bestellen. Nou ja, goed. De raceuitvoering natuurlijk met de grote spoiler erop. Hij valt mooi binnen de contouren, dus daar krijg je ook geen gezeur mee. Aan de achterkant zie je de kenmerkende uitlaatjes van het V8 motorblok. Dat zijn vier pijpjes. Later zijn ze ook gekomen met die V10, die 5,2 liter. En dat zijn echt twee grote ovale pijpen die erop zitten. Er zit achteruitverwarming in. Nou, ik hoef hieruit niet eens aan te raken, want ik voel het zo ook al wel. Met dat motorblok eronder wordt het al bloedheet. Dus waarom er nog achteruitverwarming in zit, ik heb echt geen idee. Want een meerwaarde heeft het niet echt. Stoelen zijn opnieuw gedaan. Stuur is gestoffeerd. Een stukje dashboard. Er is een hele grote zonneband voor ingezet. Ja, en dan samen met dat zwarte hemeltje en alles. Ja, is wel heel erg mooi hoor. De versnellingsbak die erin zit is de 6-traps R-Tronic volgens mij in deze auto. Een automaat. Dat is het enige wat ik jammer vind. In zo'n auto wil ik met de hand schakelen. En daar gaan we weer. Het eerste wat ik moet doen is tanken. Zo. Oh. Nou, alle aandacht is alweer op de auto gericht. Fijn. Ik ga even tanken. Ja, daar staan we weer. Weer 80 euro weg. Ja, gaan we. Ja, daar krijg je wel een lach van op je gezicht hoor. Je blijft er ook op, denk ik. Wat lekker. Wat lekker. Nou, nu we toch even moeten wachten voor de verkeerslichten, kan ik ook wel even uitleggen. We rijden nu in dit model in de V8, 4,2 liter V8. Er zijn later ook modellen gekomen vanaf dit bouwjaar, vanaf 2009 uit mijn hoofd, dat de V10, 5,2 liter V10 blok wat erin kwam. Ja, dat is natuurlijk nog iets sneller, iets ruwer. Er zijn wat meerdere versies geweest van deze auto, een keer een facelift, andere motorblokken, een Spyder, de cabrio uitvoering. Maar het begon allemaal met deze jongen. En dat was in die tijd eigenlijk een hele revolutie in de autowereld. Als je een hinderlijk kraakje hoort, dat zit hier in het stuur. Dat zou mij persoonlijk te veel storen. Dat hoor je vast in het geluid nu, maar het is even niet anders. Volgens het boekje, wat ik net heb ingelezen, is de topsnelheid van dit apparaat 301 km per uur. Vraag ik mij af, waarom dan die 1 km per uur? Ik snap wel, je kunt zeggen dat je een 300 plus auto hebt. Maar ja, ik vind dat toch wat apart. Ik vraag me dan af hoe ze dat gedaan hebben. Of ze ergens bij de fabriek daar bij Wolfsburg op het privé track van Volkswagen gereden hebben. En dat er dan zo'n monteur in zit van 300 km per stunde. Nog einde erbij. En dan echt en maar trappen. En dan uiteindelijk, ja, we hebben nog einde erbij. 300 tot eind. Ja, en dat gaat in de boekjes. Ja. Ja, leuk. Houd dan op 300. Klaar. Het is vrijdagmiddag. Het is in de spits. Dus ik denk dat ik zo even een rustig, bochtig weggetje moet gaan opzoeken. Om even lekker te kunnen sturen. Want ik zit nu nog steeds in en om de stad. Ja, dat schiet gewoon niet op.
wil ik de hele dag wel doen. Ja, dan sta ik zo weer bij het tankstation. Dat is de andere kant natuurlijk. Oké, ik ben weer onderweg naar de garage. Ik moet hem weer gaan inleveren. En daar baal ik best een beetje van. Want ik begon deze vlog met dat het een beetje voelt als op date gaan met een hele knappe dame. Nou, deze dame die is mij zeer goed bevallen. Kan ik wel zeggen. En ik hoop dat we nog vaker op date mogen. Want dit is toch wel binnen de hele supercar range toch wel een bijzondere auto. Met comfort wat hij heeft. En als het moet, de stilte hier binnen. Ik zit nou wat hoger in de toeren. Ik zit lekker met handflippers natuurlijk te schakelen. Maar ik vind het wel heel mooi hoor. Dus ik ga nog even genieten van terugrijden naar de garage. En dan moeten we nog echt afscheid gaan nemen hier van de auto. Met tegenzin. Oké, de auto staat weer terug op zijn plekje hier in de garage. Ik heb er echt ontzettend van genoten. Het was wel even wennen, even anders dan wat ik normaal doe met filmpjes maken en dat soort dingetjes. Nou, wat ik ervan vond heb ik al uitgelegd, dus dat laat zich nu niet meer raden. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben, dat het leuk is dat ik dit doe. Laat hieronder ook even in de comments achter een berichtje. Vertel me gewoon even wat je ervan vindt. Wat kan beter, wat kan anders? Ook voor mij is het leren. En wil je nog meer van dit soort dingen zien? De dingen die ik doe, die ik onderneem of meer auto's? Dat soort dingetjes. Laat het alsjeblieft even weten. Daar ben ik oprecht blij mee. Bedankt voor het kijken. En ik hoop echt snel graag tot de volgende. En zie ik jullie dan. Doei!